Beste kinderen, jongens en meisjes, wat goed dat jullie kijken naar het enige echte Apeldoornse Sinterklaasjournaal. Met vandaag, waar is Sinterklaas? Hoe komt Sinterklaas dit jaar aan in Apeldoorn en wat vindt de burgemeester van dit alles? Het is dit jaar natuurlijk allemaal een beetje anders dan anders, want de coronacrisis heeft ook in Apeldoorn toegeslagen. Laten we eerst nog even kort kijken naar wat voor een groot feest we vorig jaar hier in Apeldoorn hebben gevierd. Apeldoorn, daar is hij! Sinterklaas! Dan lieverd! Hallootjes! Nou, we zijn er! Dan lieve kinderen! Omdat Sinterklaas dit jaar niet op de normale manier kan aankomen in Apeldoorn, hebben we begrepen dat Sinterklaas een nieuw plan aan het bedenken is. Een plan waarmee het Apeldoornse Sinterklaasfeest toch gevierd kan worden. En volgens onze bronnen staat hij op dit moment ergens in Nederland stil met de stoomtrein, waarmee je natuurlijk ook dit jaar weer naar Apeldoorn komt. Ik hoor dat wij beelden hebben ontvangen vanuit de trein van Sinterklaas. Sinterklaas, hoort u mij? Sint-Nicolaas, mag ik u even storen? Ja, natuurlijk, hoofdpiet. We zijn nu al een paar dagen onderweg naar Nederland en ik vroeg me af of u al weet hoe we in Apeldoorn gaan aankomen. Want met duizenden kinderen langs de kant is een normale intocht natuurlijk niet mogelijk. Sinterklaas? Papa Nina? Papa Nina! Praat Piet! Dat ben ik! Praat Piet! Wat is er aan de hand? Nou, alle kolen staan op en we staan midden in Beekbergen vast. De trein rijdt niet meer verder. Wat moeten we nu doen? Zo komen we nooit in Apeldoorn. Kalm. We zijn elk jaar in Apeldoorn aangekomen. En dat gaat ons dit jaar ook wel weer lukken. Ik maak me nergens zorgen om. Maar Apeldoorn is nog zo ver weg. Ja, maar zo komen we ook nooit in Apeldoorn, Sinterklaas. Wat moeten we nu doen? In ieder geval minder praten, praat Piet. Ja, maar sorry, maar als ik zenuwachtig ben, dan ga ik heel veel en heel snel praten. En dan struikel ik over mijn eigen woorden. Nou, hier staan en niks doen helpt sowieso niet. Oh, ik heb een idee. Kom, we gaan. Nou, waarom deed je dat nou? Nou, ik ben dan misschien wel pret, Piet, maar jij bent echt een slome Piet. Kom, we gaan. En nu dan, Sint-Nicolaas? We kunnen natuurlijk niet dit jaar al die kinderen langs de kant ontvangen. Dat gaat niet goed. Dus we moeten wat anders verzinnen. Ja, nu heb ik op deze reis naar Nederland eens lopen nadenken. En ik ben tot de conclusie gekomen, ja, dat we moeten denken in oplossingen en niet in problemen. Sint-Nicolaas, dat zijn wijze woorden. Die hadden van mij kunnen zijn. Ja, daar zou je bijna gelijk in kunnen hebben, Piet. We gaan er dit jaar voor zorgen dat alle kinderen in Apeldoorn toch nog een leuk Sinterklaasfeest kunnen vieren. Maar Sint, hoe gaan we dat dan doen? Ik heb een plan. We gaan dit jaar voor alle kinderen
een verrassingsbox maken. Een verrassingsbox? Ja, een verrassingsbox voor elke schoolklas hier in Apeldoorn. En daar stoppen we pepernoten, stoppen we daarin. We stoppen daar kleurplaten in. Ja. En natuurlijk een persoonlijke brief van mij. En oh ja, en dan ook nog wat hooi en een wortel voor het paard. En ik maak jou persoonlijk verantwoordelijk voor deze opdracht, Piet. Maar gaat u dan alle klassen in Apeldoorn langs? Ja, ik ga persoonlijk alle klassen langs in Apeldoorn. Natuurlijk als de kinderen slapen. Ik heb gehoord dat alle kinderen, dat de kinderen met name in Apeldoorn, heel mooi kunnen tekenen. Maar Sint, dan moet die trein toch wel weer een keer gaan rijden? Het lukt niet! Ja, dat een goed idee van jou zegt, het lukt nooit! Had jij een beter idee dan? Waar ga je naartoe? Horen jullie dat, kinderen? Sinterklaas heeft een plan bedacht hoe hij alle kinderen toch nog een leuk Sinterklaasfeest kan bezorgen. Maar dan moet die trein wel weer gaan rijden, want die staat nog steeds stil in Beekbergen. Gelukkig is Beekbergen niet al te ver meer van Apeldoorn, maar de trein heeft niet genoeg kolen. En wellicht is het een goed idee, want ja, dat is een lastige situatie natuurlijk, om de burgemeester van Apeldoorn even te bellen. Die heeft misschien een goed idee hoe we dit kunnen oplossen. Ik heb zijn nummer toevallig. Dag burgemeester, u spreekt met Jan van het Sinterklaasjournaal. Ah, dag Jan. Ja, wat goed dat je me belt. Gaat alles goed met je? Met mij wel, meneer de burgemeester. In de studio hier is alles prima, maar ik bel niet voor de gezelligheid, want we hebben, ja, het is ieder jaar hetzelfde, een probleem met Sinterklaas. Ah, Sinterklaas. Ja, het Sinterklaasfeest, dat is door corona natuurlijk allemaal anders dit jaar. Maar dat probleem bedoel ik niet, meneer de burgemeester. Ja, wat bedoel je dan, Jan? Zijn er niet genoeg pepernoten of zo? Dat probleem ook niet, meneer de burgemeester. We hebben een probleem met de stoomtrein van Sinterklaas, waar die elk jaar mee naar Apeldoorn komt. De kolen zijn op en die trein die staat nu stil op station Beekbergen. Oh Jan, ja, dat is niet best. Ook dat nog. De kinderen in Apeldoorn moeten dit jaar wel Sinterklaas kunnen vieren, hoor. Ja, wat moeten we doen dan? Ik heb wel een idee, Jan. Ik ga even wat belletjes plegen om dit op te lossen. Je hoort. Ja, als je dat doen wil, heel graag. Heel graag. Dat klinkt goed. De burgemeester is dus druk op zoek om een oplossing te bedenken, zodat de trein weer in beweging kan komen. En ondertussen heeft Sinterklaas een plan bedacht om alle kinderen in Apeldoorn toch nog een leuk Sinterklaasfeest te bezorgen. Er gaan namelijk speciale verrassingsboxen bezorgd worden op de Apeldoornse basisscholen. Laten we even kijken of de Pieten al bezig zijn met het inpakken van die boxen, want dat is een enorme klus. Praat Piet, wat moet er allemaal in? Nou, ik heb een wortel. Praat Piet. Genoeg gekletst, er moet ingepakt worden. De verrassingsboxen moeten natuurlijk wel op tijd klaar zijn voor de scholen, hè? Deze moet ook nog. Okay. Niet treuzelen en doorpakken. Ja, oké. Okay. Ik heb wortel. En ik heb hooi. Hooi van paard. Oh, hooi. Kleurplaats. Kleurplaats. En het allerbelangrijkste. Praat je mij nou na? Pieten, geen ruzie maken, hè. Het allerbelangrijkste is dat deze verrassingsboxen, dat die afkomen voor de kinderen in Apeldoorn. Met daarbij een hele persoonlijke brief van mij. Zullen we dat doen? Ja, Sinterklaas. Ja, okay. Oké, kinderen, er zijn dus nog een paar obstakels te overwinnen voordat we het Apeldoorn Sinterklaasfeest echt kunnen vieren. De trein is nog steeds niet in Apeldoorn aangekomen. Het inpakken van de verrassingsbox heeft ook wat vertraging opgelopen. En bovendien moeten die ook nog bij de scholen worden bezorgd. We hopen maar dat dat allemaal goed komt. En mocht jij nou binnenkort een verrassingsbox in jouw klas vinden, stuur dan even een berichtje, want wij zijn erg benieuwd hoe dat gegaan is. Dat was het Apeldoorn Sinterklaasjournaal voor vandaag. We zien jullie graag volgende week weer voor een nieuwe aflevering. Tot dan. Eindelijk. Oh. Okay.